Maar Dijkstra, je bent terug in Leeuwarden. Voelt toch een beetje als thuiskomen? Ja, ik kreeg nog wel even warm onthalen hier. Dus ja, dat is wel leuk. Ik bedoel, we waren hier wel goede herinneringen aan. Maar dat komt later pas. Eerst even de wedstrijd nog. Ja, over goede herinneringen gesproken. Zal dit een wedstrijd zijn waar jullie goede herinneringen aan koesteren omdat jullie een punt hebben gepakt? Of zijn jullie toch ervan aan het balen dat de 3 punten uiteindelijk niet in de tas zitten? Ja, toch wel het laatste. Ik denk dat we eerst zelf wel goed begonnen. Maar niet echt de kans creëren, maar wel ook niet echt in de problemen kwamen. Het veranderde een beetje naarmate de eerste helft voordat. Er kwamen een paar keer gevaarlijk door via de counter. Ja, toen kwam je 1-0 achter, dus dan moet je erachteraan. Alleen, daar hebben we de eerste helft misschien niet helemaal top op gereageerd. Maar met name de tweede helft hebben we denk ik wel de wedstrijd in die zin naar ons toegetrokken. Alleen niet uitgedrukt in goals en dat is wel jammer. Jack de Gier, je speelt met 1-1 gelijk bij Cambuur. Ben je tevreden met het punt of wordt het echt een hele lange terugreis? De laatste bal blijft denk ik wel het langst hangen en daar had ik eigenlijk wel de 3 punten graag in mijn zak stoken. Dus we moeten genoegen nemen met een punt. Al had ik vooraf eigenlijk wel op meer gerekend, mede ook doordat je ziet hoe dat je deze week getraind hebt en hoe de groep erin zit. Ja, op basis waarvan is dat dan gebaseerd, dat vertrouwen dat je die 3 punten hier eruit sleept? Nou, je hebt gekeken naar Cambuur, die hebben het van de week tegen AZ moeilijk gehad, die wedstrijd verloren. Maar er lagen veel kansen in de omschakeling, daar hebben de spelers op voorbereid en daar verwacht je dan wat uit te halen. Je hebt hier te maken met weersomstandigheden natuurlijk vandaag, die dan door de storm en de regen wat anders zijn. Maar al met al zie je dat die groep na Utrecht gewoon een lekker gevoel heeft, lekker fris traint, dat het plezier is. Dat je niet met chagrijn op de club komt zoals je de weken daarvoor misschien gehad hebt. En dat is gewoon een gevoel, dat kan je niet altijd uitdrukken in woorden, maar dat is gewoon het gevoel wat je hebt als je met die jongens bezig bent. Ja, waar ligt het dan aan dat je uiteindelijk dan toch de overwinning niet over de streep trekt? Dat we net niet die bal over de doellijn heen krijgen. We waren een paar keer redelijk dichtbij. Misschien als we net iets zuiverder waren aan het einde of iets rustiger of hoe je het ook noemen wilt, dan denk ik dat je het wel had kunnen uitspelen. Maar dat mocht niet zo zijn. Het is jammer net die laatste kopbal van Jonne. Anders dan pak je ook nog 2-3 punten bedoel ik. Ja, helder. Maar ben je wel tevreden over het spel en over de uitvoering daarvan? Over wat je op de training hebt gezien deze week? Nou, weet je, dat zeg ik, de wind speelt natuurlijk een grote rol. De eerste helft heb je dan zelf moeite om te voetballen. En als je de lange bal speelt, dan waait die 9 van de 10 keer gewoon over de achterlijn van de tegenpartij. Dus daar schiet je niet zoveel mee op. Je komt dan uit een slecht moment met 1-0 achter. Hè. Heel veel kansen hebben Cambuur niet afgedwongen, wij zelf ook niet. Schotkans van Mike, geloof ik, that's it. En hun nog die kopbal die Matthias volgens mij verlengt. Is dat onnodig? En kijk, weet je, we zitten in een fase waarin we dat soort onnodige doelpunten niet tegen moeten krijgen. Want daardoor kan de wedstrijd gewoon verloren gaan. Nou weet ik wel dat we de tweede helft prima gereageerd hebben. De eerste kansje was wel voor hun. Vanuit corner geloof ik de eerste kans gekregen. Die Mart net niet erin kon werken. Die Jozef van de lijn afhaalt zelf geloof ik, hè, van de speler. Dan voel ik wel van, we gaan voor het gelijke spel. En als we dat kunnen pakken, dan gaan we er overheen ook, als we gelijk maken. En volgens mij viel dat allemaal op het juiste moment. Tuurlijk, ik denk qua kansenverhoudingen 50-50 in de tweede helft, maar de laatste waren voor ons, denk ik. En die blijft dan het langst hangen en probeer je daar aan het langste eind te trekken. En dat is dan... je gunt het iedereen zo erg, jezelf, maar de rest ook. Dat dan echt die ontlading komt door in de laatste minuten hier die 2-1 te maken. Dan had je gouden zaken gedaan. Ja, je staat wel nog steeds op die hatelijke 15e plaats. Zie je wel met vertrouwen toe naar de rest van het seizoen? We staan niet op de plek waar we willen staan. Dat mogen duidelijk zijn. Maar ik heb daar nog steeds vertrouwen in. Alleen vanavond is eerst nog even die wedstrijd... Die in mijn hoofd zit en die we moeten analyseren. Maar dat is iets waar we later naar kijken. Maar om terug te komen op jouw vraag, ja, er is nog wel vertrouwen.
Het gaat mij meer om de punten die we zelf moeten halen en het onderlinge verschil tussen de concurrenten, weet je wel. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Het zit heel dicht bij elkaar. Ik weet in ieder geval, ik heb de andere uitslagen nog niet gezien, maar ik weet in ieder geval dat Cambuur op 3 punten blijft. Dus binnen handbereik. En je moet alles zelf in eigen hand blijven houden, anders dan ben je kansloos natuurlijk. Dan nog iets anders. Ik sprak net met Mart Dijkstra. Die heeft je natuurlijk een verleden als ex-Cambuur speler. Maar dat is natuurlijk voor jou ook het geval. Kijk je dan toch met een speciaal gevoel naar zo'n wedstrijd als deze? Ja, nou, het is altijd leuk om bij een club terug te komen waar je ook zelf als speler wel succesvol bent geweest. Ik ben hier kampioen geworden, voor het eerst Eredivisie gespeeld en echt een fantastische tijd gehad. Nou, ik heb nog wat mensen tegengekomen die ook al in mijn tijd hier een functie hadden. Dus dat is altijd even leuk. Ja, voor de rest, volgende week Go Ahead is hetzelfde verhaal. Dus de week daarna Almere ook. En zo kunnen we aan de gang blijven. Leuk, maar ja, je komt voor het resultaat. Nog ergens een slaapplek kunnen fixen onder de kennissen die je tegen was gekomen? Wordt het toch een lange busreis naar huis? We gaan gewoon keurig netjes naar huis en dan vervolgens weer de auto in de volgende etappe. Dankjewel, succes verder.